Laten we even beginnen bij het begin, jullie aankomst. Dat was nogal een aparte, hè? Nee, ik vond het eigenlijk heel mooi. Was toch zie je toch wel dat je die steun nog hebt van die publiek hier en ja, iedereen wil een wedstrijd winnen en ja, wij pushen ons echt vooruit. Ik vond het heel goed. Ja, had je dat verwacht? Ja, niet echt verwacht, maar ja, als er zoiets gebeurt, vind je dat goed ook als speler. Als je dan uitkomt en iedereen ja, roept iets en ja, je bent ja, direct echt bij die wedstrijd. Ja, hoe zit het nu met die spirit? De fans hadden er zin in. Hoe zat het bij jullie? Ja, wij natuurlijk ook. En nu, ja, 3 punten is ja, lekker natuurlijk na die tijd. En ja, ik denk nu is het belangrijk vandaag genieten. En dan weer echt weer hard trainen en verder gaan. Het is niet genoeg om 1 keer te winnen. We willen nu elke wedstrijd punten halen en daarvoor moeten we echt werken. Ja, het is een drukke periode, dat zeg je zelf ook, chaotisch. Hoe is dit persoonlijk voor jou? Zoet natuurlijk weggegaan. Hoe zijn de laatste weken, de maanden voor jou? Ja, voor mij is het dezelfde dingen dan voor de hele club. Het was natuurlijk echt onrustig. Maar ja, we wilden echt voor deze wedstrijd een streep trekken. Dat we zeggen, nu, van nu aan willen we positief zijn en echt proberen punten te pakken. En, ja, dan was dit een goede eerste stap, denk ik. 3 punten tegen Willem 2. En zo kunnen we verder gaan. Maar achter de schermen is er veel onrust. Maar op het veld, jullie merken dat natuurlijk. Hoe is het daar? Is het moeilijk om daar de rust te behouden? Nee, ik denk het niet. Je voelt natuurlijk dat in de hele bij het PSV was het een beetje onrustig natuurlijk. Er is veel gebeurd en je probeert echt als speler ook dan dat niet met op de veld te nemen. Je krijgt het wel mee, maar je probeert echt op de veld niet aan te denken. Het zit wel in je achterhoofd natuurlijk. Ja, natuurlijk. Dat kan je denk ik niet helemaal wegkrijgen. Maar vandaag is het toch wel goed gebeurd. Voor de rest, op de verdediging is natuurlijk ook aardig wat negativiteit geweest. Jij als doelman natuurlijk, ook de verdedigers. Veel tegendoelpunten, weinig punten. Hoe is dat nu met bijvoorbeeld een Rodriguez erbij? Ja, ik denk we hebben... Ben je het er überhaupt mee eens? Sorry. Ja, ik denk dat we niet... ja, dat je niet alleen kan zeggen, oké, die verdediging... doet fouten en daarom verliezen we wedstrijden. We hebben ook heel veel kansen gemist in andere wedstrijden. En daar denk ik, ja, is die hele ploeg met erbij. En ja, Rodriguez een goede wedstrijd gespeeld. En ja, vandaag was denk ik die enige bal op my goal, was geloof ik die van Cody. En daarom denk ik dat we echt goed hebben verdedigd. En ja, ze hebben echt geen kansen gecreëerd. Nee, de reden dat ik dat aan je vraag is natuurlijk, jij ziet de verdedigers voor je, jij zet ze neer. Dus vandaar, natuurlijk met de nieuwe jongen is dat natuurlijk ook nieuw. Nou, het is natuurlijk goed dat hij Duits praat. dan gaat het natuurlijk een beetje makkelijker. Maar ja, hij is ook heeft zoveel ervaring. Hij weet wat hij moet doen, wat hij kan doen. En ja, hij is niet echt een speler die je zoveel moet coachen. Hij weet wat hij moet doen en dat doet hij ook.